Dameski van Dinnestar. Nou, wat me opvalt is dat hij licht aanvoelt en dat is prettig. Het is ook een hele vriendelijke ski. Waarom? Hij heeft een lichte rocker in de punt. Dat betekent dat hij heel makkelijk te draaien is. En je kan hier onder de binding zien dat hij sidewallconstructie heeft in combinatie met kap. In de tip en in de tail. Nou, wat houdt het in? Dat hij heel makkelijk te driften, te slippen is. Maar op harde pistes, op ijzige pistes geeft hij toch veel grip onder je voeten. Nou, dat geeft een dame veel vertrouwen. Ik vind het wel een echte pisteski, want hij is 73 onder de voet. Daarbij heeft hij ook een wat kortere radius, dus ook korte bochten is hij makkelijk te skiën. Dus ben jij die dame, van beginnen tot licht gevorderd, en hou je van kort en lang en wil je vertrouwen hebben in de ski, dan is dit jouw ski.